Hij appt en belt wat af vandaag, want broer Rasta heeft wel wat uit te leggen. Deze broer Rasta leerden we eerder kennen als Robert-Jan Mastenbroek. Als oprichter van Dream or Donate was hij in 2016 te gast in Overijssel Vandaag. Nou ja, het is natuurlijk geen enkel idee is uniek. Het is een combinatie van dingen die we zagen en in Amerika is dat heel populair. Mastenbroek, ook bekend als zanger, onderging de afgelopen jaren een ware metamorfose. Het is niet zomaar een droom, maar een droom samen met een man. Hij noemt zich nu al een tijd broer Rasta. Zijn kindje, het crowdfundingsplatform Dream or Donate, haalde hij gisteren offline. We zijn een paar maanden geleden zijn we gehackt en ik heb besloten om dat nu tot een halt toe te roepen, want we konden dat niet meer. Ik had gehoopt dat ze de database terug zouden geven, dat ze iets zouden doen, maar de hackers wilden dat niet. Dus ik heb besloten om een halt toe te roepen en dat we het gaan oplossen. De hackers wilden geld van je zien? Ja, afgepersingen, allemaal dat soort onzin. En dat is ook allemaal gebeurd. Bitcoins zijn betaald, toch niet gegeven. Maar goed, mijn verantwoordelijkheid is mijn verantwoordelijkheid. Ik ben een man, man en man, woord en woord, anders ben ik niks waard. Dus ik ga ervoor zorgen dat iedereen zijn geld terugkrijgt. Dat wil de 28-jarige broer Rasta doen door zijn landhuis tussen Omme en Balkbrug te verkopen. Nou, als ik een gerichte schatting kan maken, gaat het om hooguit 50.000 euro wat er nog uitbetaald moet worden. Nou, ik heb ondertussen mijn pand wordt te koop gezet. 9 september worden de foto's gemaakt. En dat pand is 950.000 euro waard. Het is een pand waar eigenlijk mensen met een beperking opgevangen zou worden. Het staat al anderhalf jaar leeg. Ik woon zelf in een hut, want het interesseerde mij niet. Ik wilde daar niet wonen. Toch vrezen de mensen die gebruik hebben gemaakt van Dream or Donate dat broer Rasta hun geld heeft verbrast. Dat gevoel wordt aangewakkerd door video's die hij op YouTube plaatst. We hebben een eerlijke munt. Je kunt hierin investeren. Dan krijg je live uitbetaald, je rente live uitbetaald. Via een chip in een zilveren munt. Het is, er gebeuren hier dingen. Dat is bovennatuurlijk. Kun je je voorstellen dat sommige mensen denken, dit riekt naar oplichting? Ja, dat kan. Ik snap dat mensen dat wel denken. Maar ja, ik ben geen oplichter. En hoe ik dat zou moeten gaan zeggen, denk ik, is dat ik gewoon ga bewijzen dat iedereen zijn geld terugkrijgt. Meer kan ik niet doen. Al jarenlang ben ik al ondernemer. Ik heb al 15 jaar achter de computer gezeten. Mensen betaalden 5.000 tot 20.000 dollar om een uur met mij te praten via Skype van over de hele wereld. Dan was ik coach. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb allemaal bedrijven gehad met 50 man personeel in Pakistan. Ik heb heel veel geïnvesteerd in dingen, heel veel in crypto's geïnvesteerd. Dat is ook waarom, nou ja, daar wisten mensen van. Dat is ook waarom die hackers bij mij terechtkwamen. Want ja, bitcoins zijn interessant voor hackers. Op de site Dream or Donate kunnen gedupeerden contact met hem opnemen via een chatprogramma. Broer Rasta is geen oplichter. Broer Rasta is geen oplichter. En dat geld krijgt iedereen terug. Dat geld krijgt iedereen terug.